Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van QN Gold Cup Insight. QN Sports zit zoals u weet nog steeds altijd in Orlando, Florida. En we zijn allemaal bezig met de ontwikkelingen van Nacho op de CONCACAF Gold Cup 2021. En zoals u weet hebben wij al achter ons gehad de wedstrijd tegen Jamaica. Ten aanzien daarvan is QN Sports natuurlijk in gesprek geweest met verschillende spelers en natuurlijk ook de bondscoach Dean Goree. En verder kijken wij ook naar enkele sfeerbeelden in Orlando. Los daarvan zijn er ook wedstrijden afgewerkt in Pool D. En we gaan ook even kijken naar enkele highlights daarvan. We zijn straks bij u terug. Tot zo. We kraken naar Chewbacca, powered by GoTo. Lokaal geproduceerde premium gasoline en diesel. Ja, het is natuurlijk wel een eer de gelegenheid te krijgen om de eerste te mogen aanschaffen. Dat wij ook in Isuzu zitten is vanaf mijn nana-tijd, mijn opa. Dus die had nog de Isuzu's waar de deur anders open ging. Je krijgt voldoende waar voor je geld en het is bedrijfszeker. Het zijn stabiele auto's en daar gaat het om. Hij is wel luxer uitgevoerd. Het ziet er mooier uit. Deze komt ook met meer airbags dan de andere. Bison Polymax. Of je nu een spiegel monteert, een wasbak afdicht of een traptrede verlijmt, Bison Polymax. Van de kleinste klus tot de grootste uitdaging. Go to the max. Met Bison Polymax. Lijmen, monteren, afdichten. Golden Goal maakt Euro 2021 extra spannend. Spaar de limited edition Borgo Gold flessen. 6 flessen voor 6 landen. Duitsland, jawohl. Frankrijk, Plaisant. Italië, si. Spanje, si. Engeland, here. En Nederland. Yes, well. Word een van hun, de champion? Volg ons op Facebook en Insta en maak het hele toernooi kans op leuke prijzen. 6 landen, 6 limited edition flessen. Score jij ze allemaal? Stay home, stay safe and get ready for Euro 2021 met Borgo Golden Goal! Welkom terug bij mij in de studio, voetbaldeskundige, oud-Transvaaler, Hall of Famer, Glenn van Stratum. Glenn, goedenavond. Goedenavond. Alles goed bij jou, Glenn? Alles goed bij mij. Ik zie een smile op je gezicht. Heel goed. Je hebt er zin in? Ja, ik kijk met veel genoegen uit naar de komende wedstrijden. Ja, ik kan het me helemaal voorstellen. Goed, dan hebben wij dus afgelopen maandag gehad de wedstrijd tegen Jamaica.
De wedstrijd waar Natje natuurlijk heel hard haar best deed, maar toch nog net wat tekort kwam tegen Jamaica. En de wedstrijd ook met 0-2 verloor. Goed, dat is een gepasseerd station. Nacho moest weer in training gaan en we gaan even kijken naar enkele trainingsbeelden. Welkom terug, zo zag u enkele trainingsbeelden van de nationale selectie. En natuurlijk zag u ook de technische staf aan het werk. En ook de medische staf, die had het bijzonder druk. Glenn, je hebt gezien, de mannen zijn bezig met training. Alleen hadden de spelers die in de basis stonden een ochtendtraining. En alleen de spelers die een kleine invalbeurt hebben gehad. En dus alleen die spelers zijn naar deze training komen opdagen. De andere spelers die in de basis hebben gespeeld, op enkele na, waaronder Warner Haan, de doelman, die hebben gewoon een ochtendtraining gehad. Vind je het normaal dat dat gescheiden gehouden wordt? Dat is normaal. Het is namelijk zo dat na de wedstrijd het geheel niet zo samenkomt. Het zijn de spelers die geen minuten hebben gehad, ja, die dezelfde intentie moeten hebben, mm-hmm, zoals de wedstrijd, want zij worden zij geven de bepaling, ja, in de volgende wedstrijd. En wat vond je van de manier waarop de trainingen verzorgd zijn? Wanneer je naar jij zo'n bent zelf training, ook een yes, trainer. Ja, ja, wanneer je zo'n training benadert, kijk je naar de body language van de spelers. Mm-hmm. Wie er zijn die allemaal de leiding geven. Wie er zijn die de inspiratie geven aan de spelers. Exact. En hoe de spelers zich hoe ze opkomen dagen. Want volgende wedstrijd worden ze waarschijnlijk erin gestopt en ze moeten de wedstrijd kunnen veranderen, tactisch, mm-hmm, maar ook de inspiratie voor het team brengen. Het is ook een zeer intensieve training, Glenn. Ja, het moet ook. Ja, want wanneer zij in het spel komen, het is meer een training waarbij je scherp moet zijn. Want het is een speler die komt in de wedstrijd wanneer er moeilijkheden zijn. Ja. Wanneer spelers zich niet vergeren zoals moet. Of yes, ze moeten een verandering kunnen brengen. In de wedstrijd. Ja, in de wedstrijd. Dus hun mentaliteit, waar ik naar keek en wat ik wel leuk vond, ja, is dat de sfeer
goed aanwezig was goed. Ja. En dat ik ook de leiderschap zag in jongens zoals die niet gespeeld hadden, zoals Mitchell, Donald en Cole Wade, de ouderen in het team, die de rest inspiratie gaven aan het motiveren. Okay. Ja. Goed, nou dan gaan we verder, want wij waren daar natuurlijk aanwezig. En Katusha Sanchez die was in gesprek met Gleo Filo Vleten. Je hebt gisteren gespeeld, je bent gestart in de basis 11. Twee minuten na het eerste doelpunt dat Jamaica maakte, kreeg je een reële kans om te scoren voor Suriname. Je moest gebaald hebben toen dat niet voor de gelijkmaker zorgde. Wat ging er in je om? Ja, tuurlijk was ik aan het balen. Als ik het had gemaakt, denk ik ook dat we een hele andere wedstrijd hadden gespeeld. Maar ja, het is niet erin gegaan. Ik kon er niks eraan doen en ja, we moesten gewoon doorschakelen. Je moet de eerste Sranamansabo scoren op CONCACAF. Het is niet te laat. We hebben geen doelpunten gemaakt. De volgende wedstrijd is er nog. We hebben nog twee wedstrijden. Dus daarvoor gaan we ook. Ja. Wat denk je dat er moet gebeuren in het spel, de manier waarop jullie voetballen, zodat jij eigenlijk veel meer tot kansen kan komen om te scoren voor Suriname? Wat zou volgens jou misschien aangepast of anders aangepakt moeten worden? Nou, ik denk niet heel veel. We hebben gewoon heel goed gevoetbald, vooral in de tweede helft. Eerste helft was het iets wat minder, maar we hebben stappen gezet. Als je kijkt tegen Canada en tegen Jamaica zijn er heel veel stappen gezet. Dus daarom moeten we gewoon trots zijn. En elke wedstrijd gewoon beter doen. En die kans gaan komen. En dan ligt het aan mij en aan die andere spelers om ze af te maken. Al dus onze reporter Katusha Sanchez in gesprek met Gleo Filio Vleten. En zoals u weet heeft Gleo Filio Vleten ook een hele goede kans namens Suriname gehad in de wedstrijd tegen Jamaica. Glenn, je was er ook bij, je hebt het ook gezien. En hij geeft ook aan hoe teleurgesteld hij is bij het missen van de kans. Ja, dat was een grote kans voor ons om gelijk te staan. Op dat moment was het 1-0. En wanneer je een nummer 9 bent, word je, they really take a look at you as your production is by the results. The goals. Did everything good. Yeah. He did everything good. The way he walked for the pass, the way he put his body in between the ball en de tegenstander. En dan nog eigenlijk alleen het afronden. Het afronden bleef weg. Mm. Als hij gescoord had, was het een hele verschillende wedstrijd geweest. Maar hoe belangrijk is het dan ook wel dat hij beseft en realiseert wat het heeft betekend om niet te scoren? Kijk, als een nummer 9 moet je een beetje zijn als een doelman. Wanneer er een goal erin gaat, ja. De volgende is het belangrijkste. Okay. Voor een nummer 9 is het hetzelfde. Je mist een kans, je weet de volgende moet erin. Ja? Dus dat brengt confidence. En grote spelers kunnen dat aan. Very well said. Goed, ook Quaraishi Nagesesin. Die was in gesprek met enkele spelers. En zo sprak hij met Warner Haan. Warner, je debuut op de Gold Cup. Natuurlijk is het altijd goed als Natje voor het eerst kan komen. Yeah. Hoe vond je zelf van je debuut, los van de uitslag? Nou ja, goed. Het was een moeilijke avond. Hè. We begonnen wat onwennig, vooral eerste helft, nog heel erg zoekende. Wat nog steeds niet gek is voor een team dat zo kort bij elkaar is. Ik ken wat jongens van Jamaica, die zeiden ook van bij hun is het een proces waar ze al 6-7 jaar mee bezig zijn met dezelfde groep. Ah, je ziet dat bij ons nog dingetjes nog niet helemaal lekker lopen. Wat moeite hadden met druk zetten, vooral eerste helft. De linies, ja, ik denk toch nog net iets te groot waren. Dus de afstand tussen de verdediging en middenveld en aanval. Maar goed, dan ga je met niet zo lekker gevoel ga je de rust in. En daarna hebben we gewoon gezegd, ja, gewoon alles of niets. We hebben ons aardig herpakt, vond ik. Nog steeds, natuurlijk. Je wil graag scoren, je wil graag winnen. Dat was lastig tegen een goed Jamaica, want die jongens hadden het gewoon heel goed gedaan. En ik moet zeggen, we hebben wel positieve punten eruit kunnen halen. Vooral die tweede helft, dat was wel iets dat ik denk van, nou, daar kunnen we mee verder. Als je kijkt, de wedstrijd tegen Canada eerst,
wat eigenlijk onze eerste echte test was. En dan nu, ja goed, dan hebben we wel stappen gemaakt. En ik snap dat het voor mensen thuis vervelend is, voor ons ook. We willen graag winnen, beter doen dan dat we nu doen. Maar goed, kijk, dat is iets waar we mee bezig zijn. En ja, dan moet je soms accepteren dat dit soort dingen erbij horen. Los van het feit dat het niet leuk is, dat het achteraf misschien niet nodig was geweest. Maar ik denk dat we nu de schroom van ons hebben afgegooid en dat we de tweede wedstrijd er op een hele andere manier kunnen staan. De twee goals, was je zicht belemmerd door de verdediging, zowel bij de eerste als de tweede? Ja, nou goed, bij die eerste was het heel erg druk voor mijn neus. Hij schiet volgens mij voor. Dankelui langs, achter, Donk langs, tussen de benen van, ik dacht ook nog, ja, Malone hoor ik nu net. Dus ja, dat was lastig. Die tweede ook, ja, die jongen raakt hem echt goed. Die jongen raakt hem echt goed. Ik loop op dat moment naar achter. En hij schiet hem wel aardig in de hoek, dus ja, dat is balen. Sean Kleiber, man van Ajax, rechtsback van Ajax. Je hebt je debuut gemaakt in de nationale selectie, Sean. En je hebt sinds gisteren ook kennis gemaakt met CONCACAF voetbal. Hoe is dat je bevallen? Ik denk dat niet alleen ik, maar het hele team heeft kennis gemaakt met het toernooi voetbal van de CONCACAF, van de Gold Cup. En ik moet zeggen, natuurlijk, het resultaat was teleurstellend. Je verliest met 2-0. Maar ik denk dat niet alleen ik, maar ook de boys, het team, de staf, toch ook op wat dingen positief kunnen terugkijken. En ik denk dat we konden 1-1 scoren. Met Vleiter, die een grote kans kreeg. En we moeten ook naar hun goals kijken. Hun scoren alleen van buiten de 16 meter. En dat is te voorkomen. Is dat het verschil geweest, denk je, tussen Jamaica en Nacho gisteren? 100%. Hun scoren 2 keer snel achter elkaar, denk ik. En 2 keer van buiten de 16. Niet helemaal uitgespeeld. Hun scoren gewoon van buiten de 16, een schot. En ja, wij kwamen wel moeilijk tot de kansen. Maar ja, als je die 1-1 wel scoort, dan wordt het een hele andere wedstrijd. Luciano Haps, vaste waarde bij Feyenoord Rotterdam. Gisteren heb je kennis gemaakt met CONCACAF voetbal. Je hebt gespeeld tegen Jamaica. Verliest na een ruststand van 2-0, ook nog met 2-0. Wat is er volgens jou allemaal misgegaan? Ja, natuurlijk die snelle tegengoal. Daarna hadden we de kans op de 1-1. Die ging er helaas niet in. Want als die erin gaat, wordt het een hele andere wedstrijd. Na 30 minuten die 2-0 achterstand. Ja, dan wordt het lastig. Dan ga je natuurlijk op zoek naar die 2-1 zo snel mogelijk. Is niet gelukt. De tweede helft zag je dat wij de dominante ploeg waren. En dat we echt op zoek waren naar die 2-1. Alleen die viel helaas niet. Dus, ja. Goed. Dan heeft de bondscoach gekozen voor een 1-4-2-3-1 formatie. Heb je daar vrede mee? Kom je via die formatie goed uit de voeten? Jawel, ik denk dat we meer stabiliteit op het middenveld hebben. Zo met twee verdedigende middenvelders. Ja. Is het ook de bedoeling, Luciano, dat jij als linkervleugelverdediger vaker de achterlijn bereikt? Ja, dat zit wel in mijn spel natuurlijk. Alleen je moet ook kijken naar wat voor soort buitenspelers je hebt. We hebben snelle buitenspelers, technische buitenspelers die graag 1-op-1 willen spelen. En zo je man voorbij komen en een voorzet geven. Dus dat moeten we even gaan afwegen hoe we dat gaan doen. En dat was dus waar we gaan in gesprek met Kwaraji Nagisar Singh. De doelman Glenn, de sluitpost van Nacho. Heeft eigenlijk doelman Kleider Kohinoor zijn plekje gekost. De man die gedurende de kwalificaties van de Nations League, zeg maar, de aanvoerdersband doet. Hij is nu de man die het doel schoon moet houden. Wat zegt deze keeper jou? Hij brengt rust in de achterhoede. Kan ook opbouwen van achter dus. Ja. En onder pressie hebben we kunnen zien dat hij ook lange ballen kan lanceren naar de rechtervleugel of linkervleugel. Mm-hmm. Dus het is een doelman die ideaal is voor ons voetbal in de opbouw. Ja, ben je het ermee eens dat wat hij aangeeft, dat
dat het team nog heel erg jong is en dat het nog naar elkaar toe moet groeien. En dat het allemaal een proces is dat tijd zal kosten? Het is inderdaad een proces. Het is een mengelmoes van spelers die allemaal individueel heel goed zijn, maar als een geheel samengesmeten moet worden. En de samensmeding gebeurt niet in één dag. Ja. Het gebeurt niet in één wedstrijd. Mm-hmm. En het gebeurt geleidelijk aan in een toernooi zoals deze. Gebeurt het geleidelijk aan. En ik kon dat al zien op de oefening. Ja. Dat ze een teleurstelling hadden. Maar ze keken vooruit naar de volgende wedstrijd. En dat vind je dan heel goed. Goed, en het is overigens de derde keer dat de nationale selectie zo'n beetje bij elkaar zit in verband met wedstrijden. Goed, dan gaan we even verder. Kwaleji Nagesasing die moest natuurlijk ook even praten met de bondscoach over de nederlaag tegen Jamaica. We gaan even luisteren. Welkom natuurlijk in QN Gold Cup Insight. En naast me hebben we de bondscoach van Suriname, Dien Goeree. We hebben natuurlijk de wedstrijd gehad tegen Jamaica. Persconferenties hier in deze Google zijn heel kort en heel streng. Ook vanwege COVID kunnen we niet, mag je niet. Het gaat allemaal via de Zoom. Dien, goedemiddag op het trainingscomplex. Hoe is het met je? Na omstandigheden prima. Ja. We hebben de wedstrijd gehad tegen Jamaica. Ik heb je kort gehoord op de persconferentie. Als je zelf even terugblikt voor je als bondscoach. Los van de eerste helft. Persoonlijk zeg ik van toch vrij sterk terugkomen in die tweede helft. Ja, dat vind ik ook. Ik vond dat we het eerste helft een beetje wat angstig speelden. Hè, met een spade druk erop. En de tweede helft zag je dat die druk wegviel. Waardoor je dan het betere van het spel krijgt. Zeker de manier hoe ik wil spelen. Moet je vrij kunnen spelen zonder dat je onder druk staat. Dan krijgen we heel snel een goal tegen 6 minuten. Maar binnen 2 minuten creëren we een mogelijkheid dat eigenlijk erin had moeten gaan. Ja, daar ben ik mee eens. Het was een fantastische aanval. Over 4-5 schijven. En alleen voor de keeper gezet. Jammer genoeg prikt hij hem niet in, hè? Ja. Want dan krijg je een andere wedstrijd. Maar het feit dat hij dit is gekomen is al een positief. Ja, geeft al aan. En dan heb je tweede helft, dan heb je je wissels. En op het moment dat je je wissels toebracht, zag je in aanval dat... Als je Jamaica onder druk kan zetten, weet je wel, die 2 keer een finale gehaald heeft op een Gold Cup en een halve finale 2 jaar geleden. Dat geeft aan dat er op een bepaalde manier nou wordt gevoetbald anders, want de wissels hebben wel gemaakt dat er druk werd gezet op de Jamaicanen. Nou, ik denk dat wij, het team wat de tweede helft startte, dat was de starting 11, die hebben ook druk gezet op de tegenstander in de tweede helft. En degene die erin zijn gekomen, hebben dat voortgezet. En dat vond ik een heel goed teken, want dat betekent dat de jongens op de bank staan te springen om erin te vallen. En ze hebben het goed gedaan. Dien, je bent ook gestart met Kleiber, sterke aanwinst, Ajax, Nanacho. Je haalt hem weg uit die wedstrijd. Dankelui heeft veel meters gemaakt op het middenveld en dan terug. En Kleiber speelde al op geel. Is dat uit voorzorg? Nee, absoluut. Ja. Hij voelde iets in zijn bovenbeen bij zijn lies. Plus dat het op een gele kaart stond. Dacht ik, neem geen risico, dan kan naar achteren en we brachten Koolwijk erin. Als bondscoach mag je gebruik maken van 5 wissels. Je hebt gekozen voor 3. Ja, want degene die speelde zaten zo goed in de wedstrijd. En ik ga niet wisselen om het wisselen. Ik denk, we zijn ergens naartoe aan het bouwen. En dan moet je bepaalde dingen erin brengen. Wat is het woord wat ik zoek? Automatisme. Ja. Moet je in te krijgen. En automatisch krijg je door die jongens zoveel mogelijk elkaar te laten spelen. En dit is weer een moment dat ze goed met elkaar spelen en elkaar leren kennen. En dingen uitproberen. En eigenlijk zie je dat we elke keer weer groeien. En dit is weer zo'n groeimoment. Tegen Canada liet je Ivan zo invallen. Die deed het subliem op Davies. Davies pakt ook die gele kaart. Je laat hem inkomen. We weten wel wat zijn spelstijl is. Zeg je van, misschien had je hem iets eerder erin moeten brengen? Nou nee, kijk, dat is natuurlijk een keuze van mij. Maar als ik zeg Kovacic moet spelen, net als wat meerdere mensen ook hebben gezegd, dan doe ik Florian Jozefsen een tekort. Want hij heeft het eigenlijk prima gedaan. En hetzelfde als Geraldo Becker. Dus
Ik denk dat ik hem op het juiste moment in heb gebracht. Hij is gewoon een gevaarlijke speler. En je weet, als ik Konfalis laat spelen en Florin Jozef valt in en hij doet het goed, dan is het andersom. Maar het feit dat we Konfalis hebben is fantastisch. Het jongen doet het goed. En ik denk dat hij heel veel gaat betekenen nog in de toekomst. Zeg je ook als bondscoach op goed trek gestart, visitekaartje afgegeven, debuut op de Gold Cup en ja, 2-0. Blijft het voor jou als bondscoach dat de positie van nummer 9, want die moeten de goals gaan maken, dat toch wel misschien nog de schakel is waar je naar uitkijkt, met alle respect voor die op dit moment erbij zitten? Nou kijk, versterking is altijd welkom, op alle posities eigenlijk. Hè. We zijn natuurlijk vrij goed hoe we spelen. En als er iemand komt die beter is, dan is het welkom. Maar op dit moment ben ik blij met degene die we hebben en ik heb daar vertrouwen in dat het goed komt. Al dus College Nagelsing in gesprek met Dean Gray ten aanzien van de nederlaag tegen Jamaica. Dean Gray speelt met een 1-4-2-3-1 formatie, toch? Waarbij Diego Biseswar zeg maar achter Cleo Philo Vleten speelt. Wat vind jij van deze keuze? En wat vind je van de invulling aan deze formatie? Ik dacht dat ze met twee in voor de verdediging, met Dankelui en Leerdam, een sterk duo hadden. En daarvoor met Biseswar. Dat Diego het spel kon bepalen. En hij deed dat ook heel goed. Ja. In formatie per se, het is fluent. Ja, klopt. Ja. Klopt. En die aanpassing hebben ze ook gemaakt. Nadat het eigenlijk 2-0 was, ja, waren ze meer comfortabel. Nacho was meer comfortabel met de bal. En je zag ook Josefsson meer mensen aannemen. Ja. Je zag Becker ook op links meer naar binnen komen, een schot aflossen. Nacho was een beetje meer, je kon zien dat de zelfvertrouwen en confidence langzaamaan groeide. En wat ik ook blij mee was de reserve spelers die erin kwamen, ja. Colway in het midden, heeft ook een zekere rust gebracht, een bijdrage, een rust bijgebracht. En dan heb je in de voorhoede hadden we Hasselbank die er binnen kwam. Die bracht ook een beetje een variatie. Hij ging soms op links, Becker in het midden. Ja. En dan had je Ivenso, die bracht snelheid in het spel en gevaar. En was ik dus je kan het zien dat het een beetje begint te bouwen. Ja, goed. We gaan dan even verder, want los van de technische staf heb je natuurlijk ook een medische staf. En Katusha Sanchez, die sprak met Bastiaan de Boer. En dan zijn we nu op de training. De dag na de eerste wedstrijd van Jamaica en Suriname ben ik er met Bastiaan de Boer. Bas, vanaf jullie aankomst in de Verenigde Staten van Amerika. We zitten nu in Orlando, Florida. Hoe staat het met de spelers als het gaat om hun fysieke gesteldheid, hun fitheid? Hoe is het tot nu toe met de jongens? Ja, we hebben twee groepen natuurlijk. De groep die je nu aan het werk ziet is de groep spelers die gisteren of niet gespeeld hebben of deels gespeeld hebben, zijn ingevallen. Dus dat zijn de jongens die verhoudingsgewijs de minste druk op hun lichaam hebben gehad. We hebben de andere jongens vanmorgen gehad. Dus de jongens die in de basis gestart zijn. Die hebben met de recovery training, een beetje in de gym, een beetje in het zwembad, hebben die aangepakt, om het zo maar te zeggen. Overal geen hele gekke dingen. We hebben natuurlijk na een wedstrijd altijd wat ditjes en datjes. Na intensief trainen heb je kleine pijntjes hier en daar, maar geen noemenswaardige blessures. Dus we kunnen stellen dat de selectie fit is en dat iedereen kan doen wat er van hem verwacht wordt. Ja, dat is zo. Je zegt geen noemenswaardigheden, maar toch wel kleine andere dingetjes. Noem eens er een paar op.
Ja, iemand draait een keer zijn enkel, heeft daar wat last van. We hebben in Naples voornamelijk op kunstgras gespeeld. Of eigenlijk alleen maar op kunstgras. Er waren geen grasvelden beschikbaar. De jongens zijn dat over het algemeen niet gewend. Dus de ondergrond is dan wat hard voor hun. Daar reageerden met name enkels en knieën, soms ook heupen, zelfs rug, reageren daar wat op. Dus dat was in die trainingsperiode, die voorbereiding op het traject hier in Orlando. Waren we daar druk mee bezig om dat allemaal weer los te maken, om daar wat recovery werk op los te laten. Dus dat is eigenlijk voorbij, om het zo maar te zeggen. En nu heb je gewoon de impact van zwaar trainen en van wedstrijden. Dus spieren losmaken na een training. Zorgen dat kleine pijntjes goed gecheckt worden. Wat is er aan de hand? Hoe kunnen we dat zo snel mogelijk oplossen, et cetera. Hoe verder met de conditionele staat van de spelers? Na de wedstrijd van gisteren natuurlijk. Ja, de day after is altijd een beetje, iedereen heeft zware benen, zeker de jongens die de volle wedstrijd gedraaid hebben. Dus daarom vandaag echt recovery training gehad vanmorgen. Daarom zijn die jongens ook niet nu, want deze jongens moeten eigenlijk weer gelijk trekken met de groep die we een volle wedstrijd hebben laten spelen. Dus vandaar dat zij vandaag zwaar gaan trainen. Die andere jongens hebben hun recovery prikkel vandaag. En dan zijn ze morgen eigenlijk weer gelijkwaardig om morgen gezamenlijk weer een training op te pakken. Dat is een beetje hoe die verdeling ideaal is. Het meest ideale plaatje was dat we deze jongens vanmorgen ook die zware prikkel hadden gegeven. Dat die wat dichter zit op de prikkel van de wedstrijd van gisteravond. Maar we moesten vanmorgen gaan swabben. En dat was precies op het moment dat we konden gaan trainen. Dus helaas is het vanmorgen niet doorgaan, vandaar dat we het nu doen. Ja. Over het swabben gesproken, in mij is ten oren gekomen dat één speler volledig gevaccineerd is. Eén er maar één prik is gegeven. Heb jij misschien ook zo'n rol in het geheel om misschien een aanmoediging te doen of te zeggen het is persoonsgebonden? Het is sowieso de keus van elke speler, hè? En van elk persoon. Of je nou staf bent of speler. Ik geloof dat het overgrote deel, volgens mij is de staf of half gevaccineerd of volledig gevaccineerd. Dus allemaal, maar dan nog niet iedereen zijn tweede prik gaat. Bij spelers, het zijn jonge jongens. Ze zien de noodzaak vaak ook iets minder. Zeker de Surinaamse boys zie je vaak ook wat van huis uit mee wordt gegeven. Culturele aspecten, soms wat religieuze aspecten zelfs die voorbij kunnen komen. We hebben een voorlichtende rol en we praten erover. He, maar niet zozeer van je moet het gaan doen of nee, gewoon uiteindelijk. Nee, uiteindelijk moet de jongen zelf de conclusie trekken dat het wel of niet belangrijk voor hem is. Zeker met het oog op de competitie in Suriname wordt het natuurlijk mogelijk een ander plaatje. Omdat er gezegd is van de competitie gaat starten met gevaccineerde spelers, gevaccineerde staf. Dus ik ben benieuwd of hoe hard dat volgehouden kan worden. Want het is natuurlijk best uitdagend als de overgrote deel van je groep niet zou willen vaccineren. Dan heb je een probleem, dan kan je geen competitie starten. Als je twee teams hebt die maar gevaccineerd zijn, dan ja. Nee, maar goed, dus ik ben benieuwd. Ik kijk dat ook met grote interesse, volg ik dat traject. Zelf ben ik een voorstander om iedereen gevaccineerd te hebben. Maar nogmaals, je kan niemand dwingen. Ja. Nou, hartstikke bedankt en succes verder, vooral de komende dagen en vrijdag. Ja, vrijdag game day nummer 2 en dan daarna meteen door naar Houston voor nummer 3. Het wordt spannend en het is nu alles of niks. Dus dat. En dat was Bastiaan de Boer die een en ander uit de doeken deed als het gaat om om fitheid en natuurlijk de conditie van de spelers waarin zij zich momenteel verkeren. Dankjewel Bas. Ja, graag gedaan. En dat was dus Katusha Sanchez in gesprek met Bastiaan de Boer. En wij kennen Bastiaan de Boer natuurlijk maar al te goed. Glenn, het is toch zo belangrijk eigenlijk dat wanneer je met een selectie aantreedt op een groot toernooi, dat je de selectie het liefst tot aan het eind van het toernooi zo fit mogelijk houdt. Ja, het is belangrijk dat de selectie zoveel mogelijk in volledig 23 man heb je nodig tijdens het hele toernooi. Ja. Ik zeg altijd wanneer je naar een toernooi gaat, ga je om de maximale wedstrijden te spelen. Mm-hmm. En om iedereen erbij te brengen is belangrijk, zodat ze scherp blijven, mm-hmm. maar dat ze ook hun kunnen laten tonen. Ja. Want de spelers die aan het einde spelen, en
zijn de belangrijkste. Goed. En dan gaan wij weer even gezellig terugblikken op de GoTo promo. Zoals je weet, GoTo is de grote sponsor. En we zijn bezig met spulletjes, leuke cadeautjes uitdelen. En leuke spelletjes doen met de toeschouwers en de mensen rondom het stadion. I'm Travis from Jamaica. I'm in Florida and I love GoTo from Suriname. Thank you, GoTo from Suriname. Hello, I'm from Florida and I'm proud to have a GoTo cap. Krekaka Nachobaka. We love GoTo. GoTo, I really appreciate this. Thank you guys. One by one, we taking out yesterday's crew. Yeah, yeah. One. Unfortunately, Suriname will lose, but. One love. One love, one love. GoTo. Krakanachobaka, powered by GoTo. Lokaal geproduceerde premium gasoline en diesel. We are from Jamaica and we love GoTo. En dan hebt u dat ook gezien. Brengt ons ook gelijk naar enkele mooie sfeerbeelden uit Orlando. One by one, we taking out yesterday's crew. Hele mooie beelden natuurlijk uit Orlando, Florida. Het is tijd geworden voor een woord van de sponsor en we zijn zo bij terug. One by one, we taking out yesterday's crew. We go in ding, we go in ding, we go in ding, we go in ding. We Krakanachobaka, powered by GoTo. Lokaal geproduceerde premium gasoline en diesel.
2021 extra spannend. Spaar de limited edition Borgo Gold flessen. 6 flessen voor 6 landen. Duitsland. Jawohl. Frankrijk. Croissant. Italië. Si. Spanje. Si. Engeland. Here. En Nederland. Echt wel. Word een van hun, de champion? Volg ons op Facebook en Insta en maak het hele toernooi kans op leuke prijzen. 6 landen. 6 limited edition flessen. Score jij ze allemaal? Stay home, stay safe and get ready for Euro 2021 met Borgo Gold & Gold! Welkom back. Dit is het tweede gedeelte van QN Gold Cup Insight. We hebben gisteravond de wedstrijden in Pool D gehad. En we beginnen met de highlights tussen Qatar, het gastland, het uitgenodigde land, tegen Panama. It's a good build-up here for Panama. What can they make from it? There's the save, Barsham. And now Qatar forward. Hatem plays it through. Ali! And head for a feet. For Ali. Ali, look at this now in the Mejia. Ahmed. Away by Mejia, now a feet. Rolls wide Rodriguez. Attacks and fires. Barsham. They've gone short. And whipped across. Header is on target and in. Blackburn. To reach back to the World Cup. A feet. Wonderful threaded ball ahead. And the shot is on and in. Barson is early here. It's another equalizer. Alhedas. Davis. Davis scores. En dat was dus Qatar tegen Panama. Bijzonder spannende wedstrijd geweest. Bijzonder veel doelpunten als je ervan uitgaat dat de ruststand nog 0-0 was en de eindstand 3-3. That means, Glenn, 6 goals in 45 minutes. Where Qatar had the first goal, of course. The goals came from Akram Afif, Al-Mus Ali, Hassan Al-Haidou. And at the side of Panama, it was twice Rolando Blackburn. And in the final, Eric Davis. Amazing game, of course, if you hear 6 goals. 6 goals, very exciting game. Yes. And what I really liked was to see Panama coming back every time and scoring goals in response to Qatar's advancement. When you heard that Panama is joining the CONCACAF Gold Cup, weren't you wondering why? No, Qatar, I mean. Qatar, yeah, yes. Qatar. Qatar is the host in 2022. So, that's why. And they are preparing. Because for as a matter of fact, they would be joining the Copa America this year. But it became the CONCACAF Gold Cup. Yeah, and I think it is. It brings a little bit of a little spice to it. Mm-hmm. Why? Because that gives also an indication of what other countries in a different region do. So it gives a little spice to it. And this particular group is going to be very interesting. Well, in the final, we got to say both teams have shown that they can pretty much score a goal. That's true. Scoring goals and scoring goals in
in response to goals that were scored by Qatar, exactly. Is a good thing for Panama. Goed, dan gaan we verder, want in dezezelfde pool D kwam ook Honduras uit tegen Granada. Ahead here for Grenada. Again, it narrowly missed. Both professional footballers as well. Drives the cross, and it's stabbed toward goal and cleared away from the post. Charles Cook, gave it away cheaply. Honduras, the breakthrough. An intriguing football career. Ahead for Solano, he is onside. Solano! Ball wound in the back post, headed down. Is this a goal? It's not for Grenada. It would have been spectacular. Elise, Kyoto, Lopez, Lebron! They've unleashed the Panther. Elise rolling through, Kyoto! En na een 1-0 ruststand door een enorme blunder van de Granada goalie eindigde deze wedstrijd in een 4-0 eindstand. De doelpunten kwamen van Jerry Bengston, Edwin Solano, Johnny Leveron en Romel Kyoto. Dat waren dus deze vier doelpuntenmakers namens Honduras. An amazing game also for Honduras, of course. Glenn, 4 goals. They just show how strong they are already in the first game. Honduras is a capable team. Is ranked in the top 5, mm-hmm. and is a producer of good moments for CONCACAF. Yes, and especially in the second half, they showed that their abilities of scoring goals that. Who were of quality, and even though the first goal was a gift by the goalkeeper, definitely a gift. But they showed that in the end that they could score quality goals, and that's to be expected from Honduras. So many goals, 10 goals on match day one in this group D. That promises a lot for the coming games in this group. It's a very exciting group, and especially with Qatar. I'd like to see how our CONCACAF teams do against them, and obviously as a host for next year's World Cup, it is good for them to have this experience within our region. Good. Dan gaan we even kijken naar de standenlijst in Pool D. We kraken naar Chewbacca. Goed, dan hebt u de standenlijst in pool D gehad en u hebt ook gezien hoe de tweede speelronde in deze pool eruit ziet. Morgen heb je weer een paar hele interessante wedstrijden uit. Pool B, dat is dan de dag waarbij Haiti tegen Canada uitkomt en natuurlijk Martinique tegen USA. Glenn, some very interesting matchups. Heel interesting. USA has won a game already. It was tight, but they won it. And Canada, die gaat tegen Haiti. Wat een mooie wedstrijd. Yeah. Want ze hadden Haiti al gespeeld in de qualification. Dus dat wordt een interesting game to see. Goed. Glenn, thank you for your bijdrage. En het was hartstikke fijn je er weer bij gehad te hebben. Thank you. Yes? Ja, okay. Yes, al deze voetbaldeskundige Glenn van Straten. Dit was het dan voor wat betreft QN Gold Cup Insight vanuit Orlando, Florida. Nogmaals, ik wens je een fijne kijkavond verder en tot de volgende aflevering. Goedenavond. One by one, we